Vorige week waren er plotseling berichten in de pers dat Leni het hart stopt in haar zeehondencrash. Wie de zeehondenmoeder kent, begrijpt dat die berichten niet konden kloppen. Voor cameraman-verslaggever Pim Korver reden genoeg om bij Leni op bezoek te gaan. Ja, ik stap natuurlijk helemaal niet op hoe mensen er aan kunnen denken dat ik mijn zeehond in de steek zou laten. Dat bestaat natuurlijk niet. Maar als je 70 wordt, dan moet je er wel voor zorgen dat deze hele onderneming, de zeehondencrash, want dat is het geworden, dat die gewoon goed doordraait. En dan moeten daar hele goede mensen in zitten die goed kunnen leiding geven, die goed kunnen passen op de financiën. En ik kan gewoon nog doorgaan waar ik ook misschien wel beter in ben dan in het management, om zeehonden te redden en om hier gewoon vrolijk rond te lopen en te kijken en te genieten van al die mensen die hier komen, met kinderen praten. Kinderen, ja, dat vind ik toch wel het allerbelangrijkste. En wat ik ook heel belangrijk vind, zijn al die jongelui die van over de hele wereld hier komen om te leren hoe ga je met dieren om, hoe kun je dieren op een goede manier verzorgen en toch ook weer vrijlaten. Want de zeehondencrash is natuurlijk meer dan alleen maar het opvangen van zeehonden. Ik vind dat wel het allerbelangrijkste, daar ben ik ook mee begonnen. Maar de zeehondencrash kan ook niet zonder wetenschappelijk onderzoek. Nou, daar zal ik voor blijven vechten. Want zonder goed wetenschappelijk onderzoek kun je misschien wel eens een zeehond terugzetten en ook terug in de populatie, wat een probleem zou kunnen zijn. Dat mag nooit. En waar ik heel trots op ben, dat die standaard die wij hebben neergezet, dat die over de hele wereld wordt nagedaan. Wij zijn gewoon de beste geworden door die drie dingen: wetenschappelijk onderzoek, educatie, zeehondenopvang op een verantwoorde manier. Het is gewoon geweldig. In Amerika doen ze het net zo. En ja, de discussie over of je ze wel of niet op moet vangen, ja, die zul je altijd houden. Maar die speelt gewoon bij ons niet en die zal in Nederland nooit spelen, net zoals dat in andere landen ook niet speelt. Een enorm verlies voor de zeehondencrash is het plotseling overlijden van dierenarts Mostafa Shahi Fardous. Een paar weken geleden kwam hij op 29-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval in Duitsland. Hij was een autoriteit op het gebied van longwormen bij zeehonden. En nu zit de crash zonder dierenarts. Ja, en wat de zeehondencrash nodig heeft, dat is een dierenarts die ontzettend veel van het werk houdt en de hele filosofie ondersteunt. En wij hadden Mostafa. Mostafa is een dierenarts uit Iran. Daar heb ik hem 5-6 jaar geleden ontmoet. Toen was hij nog niet afgestudeerd als dierenarts, maar was heel erg betrokken bij de natuur, bij het milieu en alles wat daar dus omheen gebeurt, ook in Iran. En zo zijn de contacten ontstaan. En ja, Mostafa is afgestudeerd en kwam altijd naar Nederland en we hadden ook projecten in Iran. En uiteindelijk is hij hier onze, ja, eigenlijk hoofd van de zeehondenzorg geworden als dierenarts. Hij was eigenlijk degene waar ik het ook aan over zou dragen. En ja, hij is verongelukt 4 weken geleden in Duitsland. En dat is voor de zeehondencrash een enorm verlies. Hij was mijn zoon erbij. Hij had zijn ouders in Iran, maar hij was hier. En hij zei ook altijd, met jou maak ik geen ruzie hoor, zegt hij, want je bent ook mijn moeder. En zo zag ik hem ook. Het was mijn zoon, ik had hem onder mijn vleugels. Ik moest ook op hem passen, dat het ook allemaal goed ging. Dat hij zowel in Iran kon werken als in Nederland. En dat was allemaal gelukt. Hij kon hier als dierenarts werken. Hij was medeoprichter in Iran van het eerste Wildlife Health Center in een natuurgebied. Hij was een idealist. En ja, voor mij is dat eigenlijk een zoon die ik heb verloren. Maar ook iemand binnen de zeehondencrash die dit voort zou zetten. En die had helemaal mijn filosofie. Je laat een dier niet stikken. Je maakt hem niet zomaar dood. Dat doe je niet. Hè? Het is echt die hele filosofie dierenwelzijn. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Het is onze schuld dat die dieren in de problemen zijn gekomen. We missen hem verschrikkelijk. Ik mis hem persoonlijk heel erg. Maar de zeehondencrash die mist hem. En de zeehonden, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, wildlife, zal hem missen. Leni blijft strijdvaardig. Haar levenswerk zal ze nooit loslaten. En Leni het hart, die gaat nooit weg. En die zal erbij omvallen, bij die zeehonden. Maar eerder echt niet hoor. Ik hou toch zo van zeehonden, maar ook van de mensen die bij die zeehonden betrokken zijn. Daar ga ik gewoon niet bij weg. Die laat ik nooit in de steek.